voor? Ik vroeg, zijn jullie er klaar voor? Dan wens ik jullie veel griezelplezier bij de show De Vloek van het Museum. Jaapie, Jaapie, blijf daar eens van af, straks maak je toch stuk. Hoezo, ik kijk er toch alleen maar naar, Bert, hè? Sorry! Oh, Jaapie, doe nou even rustig en voorzichtig. Alles hier in dit museum is super kostbaar. Nou, ik vind het maar gek, hoor, kijken naar oude spulletjes. Jaapie, laat me nou even genieten van al dat moois hier, hè? Oké. Saai! Hé, wat staat hier nou weer? Verboden toegang. Het is de strengste verboden de zone van het museum te betreden. Even kijken. Hey, Bertus, moet je eens komen kijken. Zo. Jaapie, wat doe je nou weer daar? Bertus, deze hele zone ligt vol met oude spulletjes uit het museum. Het lijkt zowel een spookmuseum. Jaapie, dat mag dus echt niet. En er staat hier duidelijk verboden toegang. Ah, joh, even kijken, kom best. Jaapie, dit mag dus echt niet, hè. En jullie ook, jongens en meisjes. Het is toch niet de bedoeling dat ze met z'n allen hier gaan zitten op de zolder van een museum? Dat mag helemaal niet. Zo, Bertus, doe nou niet zo poepie, 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 bam. En de jongens en meisjes zijn toch ook helemaal niet bang. Dat is even leuk. Laat jezelf even horen als je er bent. Zo meteen, hè, Bertus. Roep ik hallo, meisjes, moet je opletten. Roep alle meisjes. Hallo terug, komt-ie. Hallo, meisjes. Even harder, hallo, meisjes. Leuk. Heel even snel dan, hè. Ja. Als ik zo meteen zeg hallo, jongens, dan zeggen alle jongens hier hallo terug. Leuk, komt-ie. Ja, okay. Ik zeg hallo, jongens. Hallo. En daar komt nu het orkaan aan geluid. En mannetjes, joe. Stel onbewoners. Ja, precies. Zijn die echt nee, precies. Nee. Papa's, dan kan iets meer pitten. Ik zeg hallo, papa's. Hoi, voetbal. Nou, we doen het er nou mee, Bertus. Nou, nu, hoppakee, naar beneden. Ja, hoppakee, naar beneden, Bertus. Ho, je kan toch niet weggaan zonder jezelf even netjes voor te stellen. Ja, we hebben geen tijd voor het museumsluit bij. Ah, joh, kan jou het schelen? Klap in die handen. We gaan zo naar beneden. Eerst even zingen. Even fijntje. Broertjes van het land. En Bertus en Jaapie, het over is soms heel riskant. En van een keer zo piepapoep, we staan daar mee op elke boek. Bertus en Jaapie, ja, gaan mee op avond. Die was gezellig, hi, hè. We gaan naar beneden, maar eerst heb ik wat voor je. Solo! Even zingen, leuk! Mijn naam is Bertus, onthoud die naam maar goed. Ja. Want ik vertel je alle dingen die je weten moet. Je mag er ook zitten over alles wat ik kan. Het liefste alles waard. Oh, kijk, klopt. Wij zijn de beste tovenaars. En Bertus en Jaapie, de leukste broertjes van het land. Bertus en Jaapie, het overigens soms heel riskant. Van een keer zo pipapoe, slaan daarmee op elke boek. Bertus en Jaapie. Onthoud die naam maar goed. En zing je feesten spelen. Ik zeg je hoe dat moet. Hey, ik tover alles wat ik kan. En het liefste alles goed. Soms gaat dat wel eens fout. Maar daar kan ik niks aan doen. Ja! Bertus en Jaapie, de leukste broertjes van het land. Bertus en Jaapie, het toveren soms heel riskant. En van de kip zo piepapoef. We slaan daar mee op elke boef. Bertus en Jaapie, ja, ga mee op avontuur. Ja. Museum gaat sluiten. Ah. Wij danken u voor uw komst en zien u graag een volgende keer weer terug. We gaan! Oepsie! En nu Jaapie! En nu Jaapie! Nu Bertus, nu gaan wij gewoon naar beneden. We lopen gewoon naar buiten. En niks aan het handje. Tuurlijk, ja, we lopen
gewoon naar beneden. Ja. We lopen gewoon naar buiten. Ja. Jaapie, dan gaat het alarm toch af en dan zien ze toch dat wij van de zolder komen. Waar duidelijk op staat verboden toegang. Oh ja. Opzie. Wacht, wacht, ik heb een idee. Huh? Ik tover ons gewoon van de zolder. Zijn we zo weg? Oh, natuurlijk. Nou, zo voorbij. Zo bij. Zo bij. Oh nee. Zo. Wat is er? Oh, mijn toverstaf. Ja, die heb ik nog op het toilet laten liggen. Wat stom. Zetten. Oh, hé, maar Bertus. Ik heb mijn toverstaf hier. Ja. Ben je soms vergeten wat er de vorige keer gebeurde toen jij ging toveren? Oh, je was wel leuk. Er stonden al 6 kamelen te buik. Dat is in onze huiskamer. Was lachen, hè? Dat is helemaal niet lachen, ja. Nee, want ik had net gestofzuigd, dus nee. Jij kon ons hier niet uittoveren. En ik kan niet over met je toverstaf. Ja, hallo, ik kan het toch even proberen. Tilly, Ali, Julia, was je eraan gehecht? Oh, daar. Dit gaat dus niet werken. Bertus, ik heb een briljant idee. Slaapfeestje op de zolder van het museum. Matrassen inleggen. Handdoekjes zo. Kussens maken. Slaapfeestje? Ja. Hier op de zolder? Ja. Ben je gek op de man? Dat kan toch helemaal niet? Daar heb jij een beter idee. Nou kijk, Bertus, wij kunnen hier blijkbaar niet weg. Weet je wat we doen? We blijven hier gewoon lekker slapen. En wanneer het museum dan morgen vroeg weer open gaat, gaan wij, woep, ongezien... naar beneden. Woep. Naar beneden. Woep. Ongezien. Woep. Woep. Naar beneden. Woep. Oké. Dat is nog helemaal niet zo'n gek idee. Nee. Maar dan is het van groot belang dat wij ons met z'n allen netjes gedragen. Ik bedoel, we zitten hier tenslotte op de zolder van een museum... waar het bordenvol staat met kostbaarheden uit de oudheid. Daar zijn we niet voor verzekerd. Die zijn ongelooflijk veel geld waard. Daar moeten we heel voorzichtig mee doen. En als het dus niet goed gaat... Bertus, we... Oh, Krabi! Slotte vaasje. Leuk, even kijken. Hé, zijn we weer? Zit maar rustig, man. Jaapie, ik weet het goed gemaakt. Jij mag overal rustig rondkijken. Oké. Maar met de handjes. Maar met de handjes? Ja, op je rug. Op je rug. Dan ga ik ondertussen even rustig rondkijken om te zien hoe wij hier de nacht kunnen doorbrengen zonder dingen kapot te maken. Hè? Hey broeder! Hey zusie! Lus jij je kussie? Slaaf over. Oké. All the single ladies! All the single ladies! All the al die heetjes op de lady. Op de rug, bedoel ik. Juist, ja. Zoals ik al zei, ik ga rustig rondkijken om te zien hoe wij hier de nacht kunnen doorbrengen. Wat is hier nou? Strak hier zo. Zo, Bertus, moet je kijken, zeg. Hé, hey, ho, overal van afblijven, heb ik toch gezegd? Echt, zeker waar nou, hè? Leuk! Wat gebeurt er? We weten het niet, maar ik wil hier wel weg. Dat gaat niet, weet je nog? Moeten we dat doen? Jij bent veroorzaakt, hè? Doe dat eens! Rustig blijven! Rustig blijven! Geen paniek! Oké. Verkeers! Reddingsvesten! Dan gaat die kant op! Geen paniek! Volgens mij is het voorbij. Nou, Bertus. Nou, daar hebben we mooi geluk mee gehad, Jaapie. Zo zou ik het niet willen noemen, Bertus. Stel je voor, net dat alles mis was gegaan. Het hele museum was doorgezakt, het dak was doorgebroken. Nog erger dat de mummie naast je gestaan. Een mummie naast je gestaan? Dan probeer ik jou de hele tijd uit te leggen, plofkikker. Dat moet dan meteen. Wat moeten we nou doen? Oké, Jaapie, adem in. Adem maar. Probeer het zo rustig mogelijk te benaderen, ja? Probeer het zo rustig mogelijk te benaderen, ja? Succes. Ja. Wat moet ik nou doen? Contact maken. Hè? Contact maken. Oh, ik weet wel wat. Geloof. Spreekt u Nederlands? English?
kan zo, Joosie. Het is een Limburger, hij verstaat me niet. Haaien! Nou, en Phil, ik weet wat betters. Om het ijs te breken, let op. Nou gaan we lachen. Hai. Kunt u misschien het verband tussen u en Toverland leggen? Hé, hey, snap je een verband? Wacht, ik weet er nog. Nou. Ik vind u waar. Sakko Vaar. Hey, Sakko Vaar. De leukste voor laatst worden. Is deze vraag misschien te ingewikkeld voor u? Ja, die mij bevrijd hebben uit deze donkere sarcofaag. Huisje kwaad. Ik dank jullie hartelijk. Schrik niet te veel van mij. Het enige wat ik wil zijn is vrij. Geloof mij, ik heb niks kwaads in mijn zin. Laat ik beginnen bij het begin. Mijn naam is Adora, een Egyptische prinses. Maar door een eeuwenoude vloek zit ik hier zonder succes. Opgesloten in deze donkere sarcofaag. Maar met jullie hulp hoop ik vandaag verlost te worden van mijn gedaante als mummie. Maar dit moet zeker lukken als ik het zo zie. Is gek, hoor. Help mij door de drie hiërogliefen te vinden en mij met mijn familie te binden. De hiërogliefen zullen verschijnen wanneer jullie drie opdrachten goed volbrengen en de vloek zal verdwijnen. Hé, hey, nou, hashtag ik doe niet meer mee, Obertus. Flauwekul, hier hartelijk hier was. Jaapie, je kunt prinses Adora toch niet in de steek laten? Prinses, prinses, heb je wel eens goed nagekeken? Lijkt eerder een wandelend stuk wc-papier. Hé, hey, en wat is nou weer een hiëroglief? Jaapie. Prinses Adora zit hierin. Huh? Ja, en een hiëroglyf, dat is een soort van teken. En wanneer we alle drie de tekens verzameld hebben, zal de vloek verbroken worden en dan hoeft ze niet meer door het leven te gaan als mummie. Oh, wacht even hoor. Jongens en meisjes, zullen wij prinses Adora helpen? Ja! Nou, dan ga ik mijn leven niet verwagen, Bert. Dus even nog een keer. Zullen wij prinses Adora helpen? Ja! Okay, nou, weet je wat, Bertus? We doen het. Okay, ja, prinses Adora. Wat moeten we precies doen om het eerste hiëroglyf tevoorschijn te laten komen? Goeie vraag. Om de eerste hiëroglyf te ontdekken, zal eerst iets hoogs moeten verschijnen ter plekke. Alles moet goed passen op elkaar. Met dit hebben de schepen geen gevaar. Dat is vaag. Wees geen vurig type en los de puzzel op. Maar let op, gaat het op zijn kop? Zal ik weer voor 1000 jaar langer de sarcofaag in moeten? En mijn hele leven als mummie moeten? Nou, meneer, u praat vrij vaag. Hallo. Ja, ik snap er helemaal niks van, hè. Ja, iets hoogs moet er verschijnen. Ja. Alles moet goed passen op elkaar. En alsof ik zo vurig type ben, hè. Vind ik zo flauw, hè. Ja. Iemand heeft een beetje rood haar. Ga je die gelijk vurig noemen? Vroeger ook altijd op school, hè. Hé, hey, vuurtoren. Zo kinderachtig. Zo flauw ook. Vuurtoren? Ja, begin jij nu ook al? Ja, vuurtoren. Kijk eens even lekker naar jezelf. Jaapie, ze bedoelt natuurlijk een vuurtoren. Hè? Hier, luister. Schepen geen gevaar. Ja. Door een vuurtoren weet een schip precies welke kant hij op moet. En vurig. Ja, ik weet het zeker. Moet iets doen met een vuurtoren. Kom even hier. Ik wil niet zoals jij het altijd noemt bij de hand doen, maar klein dingetje. We zitten op een zolder. Hoe kan hij nou een vuurtoren staan? Je denkt niet na. Jaapie, luister dan. Ik weet het zeker. Er moet hier iets op deze zolder zijn wat te maken heeft met een vuurtoren. Dus Jaapie, zoek. Zoek even mee in de boel. Ja, nou, vuurtoren, zoek op een zolder. Je bent gek, joh. Hier, hey Bertus, kijk. Wat zoeken wij? Een vuurtoren. En wat vind je? Een stukje van een vuurtoren. Wat een troep. Wat? Weer soms vergeten wat ze zei. Ze zei zoveel. Nou, luister, alles moet goed passen op elkaar. Hè? Ja, ik denk dat het een soort van puzzel is. En dit is natuurlijk het eerste puzzelstukje. Ja, ik zet even neer en zoek even mee, want er moeten er vast nog meer liggen hier. Als jij het zegt, dan zou... Hey, Bertus, hier ligt er nog één. Even kijken, zo. Oké. Drie, nou, je hebt gelijk ook. Bertus, nog één. Ja, hier ook. Hier ook. Hapa, thee. Hapa. Zo. Even kijken. Volgens mij hebben we alle puzzelstukken. Oké, stapelen maar. Wat nou weer? Ben je soms vergeten wat ze nog meer zijn? Wat nou weer? Maar let op, ja. Gaat het op z'n kop? Ja. Zal ik weer voor 1000 jaar langer de sarcofagie moeten en mijn hele leven als mummie boeten? Nou hè? We moeten extra voorzichtig zijn met hoe we de puzzelstukken neerzetten. Eén puzzelstuk verkeerd neerzetten. Alles. Maar dan bedoel ik wel echt alles. Alles voor niets geweest. Wat een drama. Het is hysterisch. Dat mag niet gebeuren. Nee. Nee, het moet heel goed. Oké, okay. Hoe wil je dat gaan doen? Wacht even kijken. Jongens en meisjes, welk puzzelstuk moet er onderaan de puzzel komen te staan? Wijs even, welke denken jullie als eerste moet? Wijs even! Ja.
zet ze neer. Wacht, zet ja, ik ze hier neer zo. Deze of deze? Deze. Die? Ja. Ik voel me een beetje een assistent van Hans. Schiet hem even op. Ja. Deze wat? Of deze? Ja, er staan ook gewoon nummers achterop, maar we weten het. Ja, ja, okay. Nou, zeg het misschien nog. Deze. Ja, deze. Ja. Hallo! Ja, ik denk vaak een showtje bij. Oké, nog maar een half uur. Is dit de laatste? Dit is de laatste. Weten jullie het zeker? Ja! Oké, ja? Oké. Okay. Jaapie! Oh, sorry. Ja. Oké, komt hij eens mee? Nou, geluk, Bert. Ja! Niet geluk, hij moet andersom. Nee. Hij klopt wel. Hij klopt niet, hij klopt wel. Denk je wel? Kan niet anders. Ik denk dat. Jaapie, kijk nou het eerste hieroglief! Ja! Nee, kijk dan, Bertus. Ze is al voor een deel geen mummie meer. Woe! Ik dank jullie hartelijk vanuit de grond van mijn hart. Namaste. Helaas was dit enkel nog maar de start. Er moeten nog twee opdrachten worden gedaan. En pas ja. dan kan ik weer als prinses door het leven gaan. De eerste hieroglyf is zichtbaar, mijn grote dank. Ja. Maar de tweede verschijnt pas bij de juiste Egyptische klank. Iedereen van jong tot oud... Zing hard mee en maak geen fout. Het is een beetje vaag, wat? Nee. Hallo? Nee, helemaal niet, Jaapie. Ja, echt wel. Ik weet al precies wat we moeten gaan doen. Wat dan? We moeten op ons alle hart gaan zingen! Ja, la, jij moet het liedje gaan aantonen, maar doe zo voorzichtig mogelijk. Er mag niets fout gaan. Spreek de spreuk. Tilly, Hali, Doeliaté. Zo voorzichtig mogelijk uit. Ja? Oh, laat dat maar aan mij over. Tilly, Hali, Doeliaté. Zingen met z'n allen. Wat ben jij aan het doen? Jaapie, je hebt me betoverd, plofkikker. Leuk dansje, Bertus. Nee, het is niet grappig. Spreek de spreuk nog weer uit. Vak je? Echt heel flauw. Doe je wel leuk. Dat kan. Tilly, Hali, Doelia, Ray. Sorry, foutje. Hallo. Haba. Hallo. Haba. Je dacht het alleen maar sneller. Ik wist niet dat je Grieks was. Dat vind ik helemaal leuk. Doe nou even je soep. Heel flauw. Doe nou even Tilly, Hali, Doelia. Ja, leuk wat hij doet. Niet klappen. Niet klappen. Zal ik hem nog een keer aan te doen? Nee. Weet je wat? We toveren met z'n allen. De juiste spreuk aan. Dan kan er niks fout gaan. Nou, wat een vertrouwen je kleine broertje zegt. Nou, jongens en meisjes, neem de foto. Zal ik het even doen? Ja, wat we doen met... Heb je astma? Nee, nou, weet je wat we doen? We toveren met z'n allen even de juiste spreuk aan. Durf allemaal je hand de lucht in. En dan...
dan tellen we van 3 naar 1. En dan roepen we Dili, Hali, Doeli en D. Daar komt ie. 3, 2, 1. Dili, Hali, Doeli en D. Ja, hey Bert, dus wij gaan jou helpen. We gaan met z'n allen zingen. Ja. En spoor, hoop, zingen. Mijn hond zit niet alleen. Oh, dat is fijn. Dat is fijn. Daar komt ie. Met z'n allen. Ja, en om die op te heffen, moeten wij op zoek naar de hieroglyphen. Verborgen op de muur. En die verschijnen als we zingen, gaan wij op avontuur. En zing, 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 zo hard als je kan. En de vloek verdwijnt dan op meteen. Zing, 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 zo hard als je kan. Dus we zingen met sneller dan ik dacht. Ja! Nog maar heel even en ik kan weer helemaal als prinses door het leven. Er hoeft nog maar één opdracht voor me gedaan. Ja. En deze zal over spellen gaan. A, B, C, D, E, F, G. Ja. Welk woord er komt? Geen idee. Doe de opdracht namens mij en ik ben ja. Weer. Ja, ja, ga dan maar, ga dan maar. Tjus, tjus, tjus. Bertus, ik weet meteen wat we moeten gaan doen. Wat? We moeten spelletjes gaan spelen. Pimpelpetten, Jeun de Boelen, ja. Klaar voor Joosten. Ho, 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 ho. Ze bedoelt geen spelletjes spelen, hè? Ze bedoelt spellen. Ja, een woordspellen met letters. Maar ja, de grote vraag is, hoe komen we hier nou weer aan letters? Ja, natuurlijk niet. Die hebben we niet. Ja, kijk nou eens. Hier, de letter A. Hé, hey, Bert, wacht. Hang dan even boven de sarcofaag. Oh. Hangen toevallig 5 spijkers. Nou. Hé, hey, maar Bert, dus dat betekent dat er misschien nog wel meer letters verstopt moeten zitten. Zien jullie nog meer letters? Roep even! Maar, roep hem maar! Oh, Bertus! De letter D! De letter D! En de O van. Hoppa. Oh, wat een show! Ja, zou wow, maar nog meer roepen! Daar ben ik. Oh, Bertus, de letter R! De letter R! Habate! Kijk, even kijken. Bertus? Ja. 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 Even kijken. Ja. Natuurlijk, Dora! Van Tintinitintinora! Tintinitintinora! Zwem me niet stelen! Hé, het aapje poets! Hoe, hoe, hoe! Ja, Jabi! Ja!
een letter, hè? Je mist een letter. Letter? Ja, je mist een letter. Mist er een letter! Waar? Ja. Ja. Oh ja, oh, daar werd het! Ja. Dat ik die niet zag. Nou, nee, even kijken. Tada! Het slaat nergens op. Wat? Dit. Natuurlijk wel, Jaapie. Het is haar naam Adora. Dat is raar. Ja. Het is niet goed. Jawel. Misschien moet hij gaan. Klopt wel. Klopt wel. Klopt. Nou, niet dus. Het is er niet goed. Jaapie, kijk nou. Het derde en het laatste hieroglyph. Ja! Eén doel in mijn leven. Ik wil graag terug naar mijn geliefde vaderland. Ja. Alleen het probleem is de afstand. Ja. In Egypte voel ik mij pas weer echt een prinses. Lukt het jullie mijn droom te verwezenlijken met succes? Ja, wel, daar kunnen wij toch voor zorgen? Ja, hoe dan? Luister nou, we kunnen haar toch terugtoven naar Egypte? Denk je echt dat wij dat kunnen? Ja, natuurlijk met behulp van alle jongens en meisjes hier. Nou, oké, okay, als jij het zet bent, is oké. Okay. Beeldschone prinses Adora. Gaat u weer terugstaan in uw sarcofaag, dan toveren wij u terug naar uw geliefde vaderland Egypte. Nou, ik ben benieuwd hoe, Bertus. Ja, zeker. Okay. Ja. Jongens en meisjes, jullie moeten ons nog één keer helpen. Doe allemaal even je hand in de lucht. Ja, oké. Okay. Ja, ja, hoger, 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 ja. Hoger. Heel goed, oké. Okay. Dan tellen we met z'n allen van 3 naar 1 en dan roep met z'n allen een steun. Dili, Hali, Dulia, Tee. Goed, komt-ie. 3, 2, 1. Dili, Hali, Dulia, Tee. We even sniffen bij het leuk. Oké, okay, nog een keer. 3, 2, 1. Zullen wij dan nu het grote Toverland Halloweenfeest gaan vieren? Dan gaan we zingen. Ik ga zwemmen. Wow, goedemorgen, beste museumbezoekers. Wij heten u weer van harte welkom in ons prachtige museum. Geniet van uw dag. Hoor je dat, Jaapie? Het museum is weer open. We kunnen eigenlijk naar beneden. Ja, nou. Ja, kom maar. Zet maar, Bertus. En het grote Toverland Halloweenfeest dan? Je hebt gelijk. Weet je wat? Laten we nog één groot knalfeest vieren! Oh, meteen! Ja! Klap in die handen! Bertus, ik vond het leuk! Heel leuk! Bertus, ja. Wil jij beginnen met zingen? You will never walk alone! En dat er iets misgaat. Oh ja? Dat komt dan vaak door Jaapie dat die zich niet goed gedraagt. Ja, altijd als we hier zijn, maken we heel veel pretten. We verzinnen de gekke spreuken en gaan heel laat naar bed. Kom jij ook eens naar hier toe, dat is een leuk idee. Het open al gezellig, met ons mee dansen. Zo, zo, zo. En net ons mee, zwaar van links naar rechts, van boven naar beneden. Het zo, zo, zo. Leren, dat is mijn favoriet. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd, zoals je nu wel ziet. Een vaart, een grote vaas, dat tover ik allemaal. Voor een tovenaar als ik is dat heel erg normaal. Ja, altijd als we hier zijn, maken we heel veel pretten. We verzinnen de gekke spreuken en gaan nu laat naar bed. Oké, Bertus, we gaan met z'n allen dansen. En we staan, en we staan, we staan, en we staan. En we gaan dansen. Met ons heen. Lekker! Het wordt zo zomer met ons mee. Maak een mooi gebaar. En toch een keer! Het wordt zo zomer met ons mee. Schuif van links naar rechts, van boven naar beneden. Lekker! Zo zomer met ons mee.
kasteel en gokkeltie. En draaien ze in het rond. En draaien. En spring drie keer op de grond. Bedankt dat jullie zijn komen kijken bij de Petters en Jaapie Halloween Show, De Vloek.